De Nationale Democratische Partij, NDP, herdacht gisteren haar 37-jarige bestaan met een roadshow. De start van deze activiteit was bij het partijcentrum op Geiersvliet. De roadshow is niet alleen in Paramaribo gehouden, maar ook in verschillende buurten in Kamawene. De eindbestemming van beide districten was het hoofdkwartier Osir aan de Hadi Benjaminstraat. Volgens Ingrid Boutershow-Waldring, voormalig First Lady, heeft de partij in de 37 jaar haar bestaansrecht bewezen als een van de weinige multi-etnische partijen. Nou, vergeleken bij de andere partijen zijn we nog jong. Als we kijken naar de oudere partijen. We hebben een heleboel hoogtepunten gehad. De NDP heeft in de regering mogen zitten en een president kwam van de NDP uit. Dat is meneer Boutersen. We hebben in het verleden ook meneer Weidenbos gehad. Dus ik denk dat dat hele goede hoogtepunten is voor de NDP. Dieptepunten natuurlijk is dat van de voorzitter. Wat de voorzitter is overkomen, dat is zeker een dieptepunt. Dus ja, dat zijn denk ik de grootste ups en downs. De toekomst ziet er nog steeds goed uit voor de partij, stelt Boutersen-Waldring. De partij moet sterker worden door een vuist te vormen om zodoende ervoor te zorgen dat de partij niet uit elkaar wordt gedreven door praatjes, meent zij. Boutersen-Waldring blijft erbij dat regeringen keuzes maken en dat heeft de NDP-regering ook gedaan. En natuurlijk, dingen konden anders gedaan worden, maar soms maak je beleidskeuzes en achteraf zie je misschien was het niet een goede keuze, maar dat is het nu eenmaal. Maar één ding is zeker, we waren wel heel erg sociaal, we keken wel naar ons volk uit en het was niet zo dat de regering zichzelf zegende en de rest kon stikken. Dat hadden we niet. Mijn toekomstvisie van Suriname, kijk, we hebben al gehoord oil en gas komen, maar natuurlijk gaan we het niet alleen maken met oil en gas. We moeten nog meer dingen doen, landbouw, noem maar op. We moeten onze toerisme moeten we gaan stimuleren. Want oil en gas is leuk, maar wanneer oil en gas voorbij is, dan zit je ook te kijken. Dus ik vind dat we onze landbouw moeten stimuleren. En natuurlijk wat ik zei, we moeten de mensen incentives geven voor toerisme om het nog beter te organiseren. Tijdens de viering in het partijcentrum is de achterban aangesproken. Ramon Abrahams waarschuwde de aanwezigen om geen etnische uitspraken te doen, anders zal er tegen ze worden opgetreden. Tot zover de binnenlandse berichten. Blijft u afgestemd voor het Buitenlandjournaal.